Super blij natuurlijk. Eindelijk na 5 maanden weer open. Het is toch heerlijk. Eindelijk weer lekker aan de slag. Ruim een jaar niks gedaan. En dat zie je, ik zie het al als ik in de spiegel kijk. Geweldig natuurlijk. Zijn we heel blij mee. Dus we gaan weer alles opbouwen. Het besef moet nog komen. Het is nog een beetje een droom. En nu wordt het een klein beetje realiteit. En hopelijk kan het zo blijven. Na een lange tijd zijn de sportscholen dan eindelijk weer open. De klanten zijn blij weer te kunnen sporten. En ook de sportscholen zijn erg enthousiast. Super blij, iedereen is enthousiast dat ze weer kunnen beginnen. Ja, we zijn natuurlijk nog maar net 2 uurtjes open, dus het is nog even opstarten. Maar ja, we staan al 5 maanden klaar om iedereen te ontvangen, dus kom maar op zou ik zeggen. Aan coronaregels moet nog altijd gehouden worden. Ook daar wordt volop rekening mee gehouden. We hebben het heel goed verdeeld, dus wij werken wel echt met kleine groepen. Dus bij ons is echt genoeg ruimte om te trainen. We zorgen dat we tussendoor veel schoonmaken. En over de hele dag door is het goed verspreid. We hebben gewoon goed geregeld nogmaals. Het begrip voor de sluiting is er. Toch zijn er zorgen voor de klanten die lang hebben stilgezeten. 6 maanden is voor sommige klanten gewoon te lang. Maar er zijn ook klanten die helaas niet meer terug kunnen komen, omdat ze dus in die aantal maanden die we gesloten zijn, zo ver achteruit zijn gegaan. En die zijn niet meer in staat om terug te komen. Dus dat is natuurlijk best wel zwaar, zeg maar. Ja. Na maandenlang stilzitten moet er weer hard getraind worden om weer op het oude niveau terug te kunnen komen. De gewichten die ik hiervoor gewend was, kan ik ook niet meer aan helaas. Dus ik moet zeker weer vanaf start beginnen. Maar het is wel weer lekker dat ik weer aan de slag kan. Je wordt dus echt gestimuleerd om meer te geven dan je denkt op het moment waarop je aan de oefening begint al. Sportscholen hopen de aankomende tijd veel gezichten weer te kunnen zien.